De niet vermoedende treinreiziger heeft geen idee wat zich voor een enorme bouwput bevindt onder het Eindhovense station. Van de werkzaamheden is vanaf de perrons niet zo gek veel te zien. De bouwput wordt komende tijd alleen maar groter als onder de sporen de nieuwe 13 meter brede reizigerspassage verder uitgegraven wordt. De werkzaamheden schuiven langzaam maar zeker op in de richting van het busstation. Maandagochtend is gestart met fase 4 van de 5. Onder spoor 4 en 5 wordt de tunnelbak verder uitgegraven. Omdat er boven de bouwplaats logischerwijs geen treinen kunnen rijden, wordt het treinverkeer deels verplaatst naar andere sporen. In juli 2016 moet het nieuwe station klaar zijn.